Goeiedag, dit is Wiskunde Eind examen 2007 Mulo A, som 19. Gegeven de functie f met als functievoorschrift x gaat naar min x kwadraat plus 2x plus 2. En de uiterste functiewaarden van f is m. En dan vragen ze verder voor m geld. Oké, we hadden gezegd dat zodra je dit ziet, we het kunnen opschrijven als e is min x kwadraat plus 2x plus 2. Die min x kwadraat hier, dit is e is min x kwadraat plus 2x plus 2. We hadden gezegd dat als een min hiervoor in staat, het een bergparabool is. Bergparabool a is kleiner dan 0, is een negatief getal. In feite is hier a, toch? Dus het min ax kwadraat zou het in feite zijn bij de algemene formule. En het is dus een min, dus het is een bergparabool en a is kleiner dan 0. Toch? Oké, hoe gaan we deze som verder oplossen? Het is dus belangrijk dat je de grafiek gaat tekenen, schetsen. Dus y is min x kwadraat plus 2x plus 2. Dat is dus de functie, is een tweede graads vergelijking. Sorry, dat noemen we een tweede graads vergelijking. We gaan deze grafiek tekenen. Het is een bergparabool. En als we dat gaan tekenen, gaan we zoals we al eerder deden, x-waarden substitueren. En dan krijg je y als antwoord. Stel we kiezen x is 1. Als we x is 1 kiezen, krijgen we y is min 1 maal 1 in het kwadraat plus 2 maal 1 plus 2 en dat is 3. Het is gewoon een kwestie van die x'en substitueren in die vergelijking. En dan krijg je bij de eerste voor x is 1, krijg je y is 3. Het punt is 1,3. Stel x is 0. Als je x is 0 in de vergelijking substitueert, krijgen we y is 2. Het punt is 0,2. Zo ga je verder met x is min 1. Als we x is min 1 substitueren, krijgen we y is ook min 1. Het punt is min 1, min 1. Als we kiezen x is min 2, is het y is min maal min 2 in het kwadraat plus 2 maal min 2 plus 2 is min 6. Dat is 2, min 6. En hier kiezen we bijvoorbeeld x is 2. Je mag zelf x-waardes kiezen. X is 2, dan krijg je y is ook 2. 2,2. Let wel, bij parabolen, dus bij tweede graads vergelijkingen, is het van belang om een aantal x'en te nemen. Zeg maar 4 of 5, zodat je die grafiek goed kan tekenen. Niet maar 2. Bij een lijn mag je maar 2 punten minimaal nemen. Maar bij zo'n grote grafiek, een parabool, moet je liefst 4 en meer nemen. En als we die punten hier... Die